Als je van de bonte koe naar de koe achterrijdt en je slaagt de eerste weg die aan de tegenkomt rechtsaf, dan kom je op de Klusterweg. Een hele lange, eenzame weg zonder woonhuizen of boerderijen. De Klusterweg is alleen omgeven door landbouwgrond, zoverre als dat je maar kan kijken. Je ziet hier trouwens ook geen mensen, alleen de boeren die aan hun werk komen doen. Maar als je een paar kilometer verder rijdt, dan kom je bij een bocht aan een dijk. En daar ligt een wandelpad. En het is heel interessant om dat wandelpad eens op te lopen naar de dijk. Want wat je daar zal zien, dat is meer als de moeite waard. Je komt, om het zo maar eens te zeggen, ineens in een andere wereld. Je komt in een prachtig natuurgebiedje, het Niemandsland. Hier op de grenzen tussen de Koewacht en de Kruisstraten. En hier zie je door links achter de dijk en achter de bomen en achter het struweel een prachtige kreken liggen. Het Perenboomsgat. Dat is een restant van overstromingen uit de 80-jarige oorlog. Door de vele drijfplanten lijkt de kreken wel op een uitgestrekte vijver. En ietsje verderop staat op de dijk een graanspol. De nummer 292. En ook een charmant informatiepaneeltje. De grenzen tussen Holland en België, die loopt hier midden door het Perenboomsgat. Op de bodem van de kreken, er staan grenspolen, die aan wij niet kunnen zien. Dat is straf, hè? In de Tweede Wereldoorlog is er hier in Perenboomsgat een Engels vliegtuig neergestort van het type Wellington. In deze weggestoken Niemandslandje had er nog echt diepe, vredige stilte. Hier kun je volledig tot rust komen. De rietkragen hier, die zitten vol met vogels. En bij de dijk kun je veel vlindersoorten waarnemen. Ik heb hier een paar uren gefilmd, enkele dagen geleden, 's middags in juli, tijdens de vakantietijd. En het is opvallend dat niemand hier zij tegengekomen. Maar dan is het meer als de moeite waard om hier te vertoeven, zullen? Hier in deze bijzonder landje. Ze hebben hier ook al reeën waargenomen en vossen en eekhoorns. En een paar jaar geleden stond er in de PZC dat ze hier ook een otter ongezien. En roofvogels die vliegen hier ook rond, zoals de havik, de slechtvalk en de wespendief. Ik zei nou, de dijk weer afgegaan en ik sloeg rechtsaf naar het bos, wat hier vlakbij ligt. En vanaf dat bospad kan ik nog enkele schone beelden schieten van de prachtige natuur. Sinds enkele jaren is hier trouwens een beschermd natuurgebied.